samen. Ja. Daaronder in die kelder. Dan krijgen jullie burnt. En er stond het petroliestelletje in de brand. En er kwam onze pa en die nam de petroliestelletje zo eruit. Ja. Er zat het hele huis in de brand gestaan. En van het dak. Want de dokter heeft mij er één keer ingewoond daar, hè? We hebben Wolters gewoond, van Braber hebt er gewoond, Versnel. Ja, daar hebben we wat tijdje doorgebracht. Ja. Ga jij er niet wegzakt? Kun jij er niet wegzakt? Die kelder hadden we dicht gemessen, zie je dat? Ja. De dakgoot hebben ze helemaal afgehaald. Hier was keukenraampje. Ja. Die was hier. In die hoek daar. Hier was de keukenraam. En er was dan een tweede gesplit. Ja. Dus liep op de paal naast op hier. En die schiep... Hier had je dan die scheiding. Ja, op de vloer hier. Die scheiding. En hier schiep Burg. Ja. Sjaan en Sien. Ja. En er lag ook een geweer opgeborgen. Een geweer lag er op de borgen. Van Lee. Ja. Er was een buks. Een buks, ja. Ja, dat doe ik hoor. Ja. Ja, hier, de trap omhoog. En er was er kwam er een keer een vliegtuig naar beneden en die gierde een bom naar beneden toe. En er viel onze Bas die viel toen in die tuin water. Ja. Weet je dat nog? Ja, maar dat is wel voor mijn tijd natuurlijk weer. Nee, toen was jij nog een klein jongetje. Ja, maar dat heb ik niet beleefd, hè. Hier heen de veranda, en dan komen we hier naar die kant, ja. Naar Vermaat toe. Ja. En dan hebben we hier vaak, zit de zonnebaan hier. Verleden, en die heeft een paar mensen op zijn nek naar beneden geschouwd, op een bakfiets gezet. Ja. En jij hebt hier dat kleine kamertje, hè, jij gewoond gehad. Ja. Toen had je nog geen kinderen, hè? Nee, ja, toen was Karin geboren, ja, Karin was hier geboren. En toen Karin hier geboren werd, toen ging mij naar de Sampioenstraat. Ja, ja. En onze ouders in de voorkamer geboren. Ja, in de voorkamer, dan moet ik even filmen. En hier heb nog onze kamer op. Daar zetten wij de kinderwagen op. Hij heeft 4 latjes. 2 zijn er weg. Hier heb ik van 18 uur werkweek. Is dat er ook hier? Hey. Februari 1951. Hoe bestaat het dat hier nog in kan komen, hè? Hier, dat is een platte dak, joh. Hier stond die antenne op, er stonden 3 antennes, 1 antenne, er waren 3 zenders aangesloten, ja. 3 televisies op aangesloten. Hier zaten we vaak in het zonnetje, de zon. Ja. En hier is een bommet thuis hier ook. En die heeft ook nog een kleine kooi gestaan. Ja, en een kippenkooi. En een kippenkooi. Ja. Ja, die is werkelijk leuk. Als je zeker een plaatje. Wat? Als je dat gezien had. Als er een stoppertak. Hoe kan daar nou een stoppertak komen? Ga weten, meneer. Wat ben je nou aan het opnemen? Naar van pa! Dag. Die ramen hebben ze eruit gehaald, zie je? Hier staan we dan het oude huis. Ja. Die schoorsteen was ook anders, hè? Nee. Ruik je dit? Ja. Ja,
toch wel, dus de trap waar je altijd naar beneden ging springen. Ja, hier ging je vaak naar beneden in een duig uit, naar ja, boven, naar beneden. Ja, en die trap, daar sprong je af, zo vijf treden tegelijk, ja, weet je dat nog? Nou, niet meer, dan hebben we wel af en één treden beneden. Gedaan. Hier woonde Olivier, de Hollander. En Kwalm. En Kwalm, natuurlijk. Maar die huizen zijn nog steeds hetzelfde van toen. Ja. Alleen ze hebben balkonnetjes gekregen en moderniseerd. Ja, en grote ramen gekregen en zo. Ja. En die duiven werden daar naar binnen gebracht. Ja. En dan werden ze gereed. En dan werden ze in manden gedaan. En werden die manden werden hier uitgehaald. Ja. En dan zie je de wagens gelaaien. Ja, en dan. En ja. Naar Frankrijk of zo, die kant uit. En zondagsmiddags riepen ze hier allemaal op met de klok. En die palen die moesten daar in het water blijven staan, hè? Die mochten niet droog staan, hè? Dat zijn behoorlijk oude palen dan. Die zijn zeker van. 1919, 1918. Ja. En misschien ouder natuurlijk, hè? Ja. Dat is een bed raar op kijken als ze dat zo ziet. Ja. We hebben alleen op gegaan, Rolof. Jacob. Wim, Kees, Herman. Verder, Bas. Bas. Daar kost de school. Ja, dat was vroeger daar de ingang, hè? Ja. Daar de ingang. Eén. Ja. En daar aan de andere kant, Vlaagrij Boerman. Maar nu nog een slagerij, je was vroeger ook een slagerij. Wat toch? En die twee cafés, daarvoor was daar geen café, dat was een apotheek, een drogist. Toen kwamen we naar het bestaan, ja? En er stond er een beeld met een tong uit zijn mond. Daar op die hoek. Ja, dat kan. Aan deze kant, hè? Ja, aan de andere kant, maar nou zijn alle tweede kant een café. Aan allebei de kant café. Ja.